Astral Academy, the highest place of wizardly learning in all the kingdom. The Academy housed magical secrets in its vaults, and the wizards had vowed to protect them from falling into the wrong hands. We kijken nu naar de eerste beelden van Trine 3. De derde Trine. Sinds heel kort op Early Access, echt vorige week uitgekomen ja, op Early Access. Maar heel populair, hij gaat als een trein, heb ik gehoord. Oké, dit was even spelen voor vandaag, hartstikke bedankt voor het kijken. Nee, Trine 3, Frozen Bite, derde in de serie co-op platformers, waarbij je al drie edities lang met een soldaat, een wizard en een rogue, volgens mij. Een platformavontuur doorspeelt. Dit is een hele vroege versie, maar hij is al redelijk speelbaar. Het ziet er al fucking vet uit. Oké, heb je de vorige Trines gespeeld? Ja, alleen het ding is, dat is eigenlijk heel dom, maar ik kan me niet herinneren of dit erin zit, wat ik je nu ga laten zien. Ik ga even skippen, want deze intro duurt lang. Kan niet skippen. Je kan de diepte in. Kijk, je kan de diepte in. Oh, ik kan me niet herinneren, in Trine 1 kon het sowieso niet. Het is een beetje een Golden Axe idee. Ja. Awesome was Golden Axe. En dit is ook fucking awesome. Ik heb alleen maar het eerste level gespeeld, dus we gaan een verse versie. Jij hebt mijn maal niet gespeeld, dat mag allemaal. Ik vind het vet. Ik vind vooral echt sprookjesachtig prachtig. Wat jij? Ja, het doet me een beetje aan de Fable denken, het stijltje. Ik denk dat we door moeten rennen, want ik heb dus het eerste level gespeeld. Het is vooral tutorial. Ik heb nog een muiscursor in beeld zit nu niet meer. Ja. Hoppa! Dit is dus een tutorial voor de soldaat. Oh, wacht. Ga jij nou? Wacht. Jij rennen. Nee, hoeft niet. Jij kan ook. Er zat wat shit onder die moest wegbadstampen. X is een slaan, Y is shield bash ding en met B kan je volgens mij bukken, maar ook je buttstamp doen à la Mario. Pap. En deze moet even naar rechts. Yeah. Jezus, dat is echt irritant. Waarom? Oh, en dan kunnen we hier omhoog. Was dat het? Nou, dan moeten we misschien even allebei niet tegen dat ding aan. Het gaat een hele lange even spelen worden als dit zo doorgaat. Ik ben er. Doei! Kijk wat er gebeurt als ik wegrin. Ops. Ik ben er gewoon. Wat de hel? Wat de hel? Dit is. Wordt dit ook een console game? Of hoe is dit? Weet ik niet. Volgens mij vooralsnog alleen voor PC aangekondigd. Ik weet dat de volledige release eind van het jaar plaats gaat vinden. En dat hij nu op Early Access wel goedkoper is. Of hij er console komt, goede vraag. Oké. Nee, ik ben heel benieuwd. Volgens mij zijn we aan het buggen. Dat is Early Access voor je. Nee, dit gaat goed. Zoals ik zei, vroege versie. Kijk, hij vliegt nu weg en dan moet je hem moeten achteraan. Maar normaal gesproken, toen ze de vorige keer ook speelden, was de camera iets hoger dan wat hij nu is. Ik kom waarschijnlijk om... Nice. Last checkpoint? Ja. Ben je naar boven aan het drukken? Nee. Zit je controller nog in? Misschien is dat het. Oh, hier helemaal. Chill. Waar ben jij? Oh, ik ben weg. Waarschijnlijk vanwege die controller die gedoe oplevert. Zo. Press start. Yeah. Hey, daar zijn we weer. Kan ik jou even beuken? Muis kun je weg. Zo. Nee, ik kan jou niet beuken. Oh, je kan met je rechterpootje trouwens je schild richten. Moet je daar behoefte aan hebben. En volgens mij is straks de bedoeling... Dat was in de vorige Trines, dat de soldaat zijn schild omhoog haalde, dat de ander erop gaat staan. Hatse flats. Maar dus niet, straks niet doorlopen als ik er nog niet ben. Ik denk dat dat een beetje de truc is. Oh, ik duw wel even dit om hoor. Oh, pak me maar. Hé jongen, ik heb hier schild. Schild me niks. We moeten hier. Wee! Ingedrukt houden. Oh, dat was niet. Oh, wacht, je kan ook vliegen met je schild. Leuk, hè? Wee! Kijk nou hoe fucking mooi dat berglandschapje. Ik vind het zulke fijne graphics. Ik vond Trine altijd al mooie games hoor, maar Trine 3. Het ziet er schilderachtig uit. Oh, fuck, ik zat op jouw character te letten. Ik ga in de afgrond, denk ik.
Hop. Ja, ik ga gewoon door, hè. Ik hoop dat ik kan respawnen. Yay. Hopsakee. Ik had het handig geweest als een van ons twee niet die cape hadden gegeven. Ja, of het was handig geweest dat jij gewoon niet blind was. Hier dan, kom dan. Ja, nee. Pak maar dan. Kan me niks maken, jongen. Ja, gewoon een dikzak met een cape. Een dikzak die sneller is dan jij. Hier, jongen. Look at me being fabulous, hanging around. Hoop eens op. Ja, dat volgens mij valt wel mee. Oké. Ja, we kunnen weer door. Oh! Holy ja, shit. Ja, zit hier nog wat. Zit er, kunnen we hier iets mee? Ja, je kan die gele dingetjes verzamelen. Oh, die heb ik hier blijkbaar al gehaald. Grappig dat hij dat doet. Moeilijk, hè? Platformspelletjes. Ah ja. Wee. Oh, nice. Ja, ja. Hey, we hebben allebei nog maar de helft van ons leven. Trilt die van jou ook zo? Of, Nee. Dus jij speelt met, voor de duidelijkheid, jij speelt met een Xbox One controller, ik met een Xbox 360 controller. En die Xbox One controllers op PC doen af en toe nog wel eens rare dingen. Nogal, ja. Maar dat komt ook omdat die kabels er gewoon niet lekker in die controllers passen. Ik vind het ook. Ik heb er thuis ook last van. Oh, je moet gewoon doen. Überhaupt met de... Ja, een beetje jammer dat ze dat niet beter hebben gedaan. Verder werkt het prima, ik moet het One controller inpluggen en gaan. Ja, maar die hele connectie is gewoon vertrekt. Ze hebben nog niet een draadloze receiver op uitgebracht, of wel? Dat zou super chill zijn als ze dat even zouden doen. Ja, zij hebben zoiets van, ja, waarom zouden we het doen als het zo ook werkt? Oh, zo kunnen we erop. Hé, jongen. Jammer dat dit geen speedrun is. Ja, want we zijn echt al... Oh. Ik dacht dat ik hier gewoon door kan lopen. Oh, was dat het? Dat was hem. Tutorial. Hier. Oh, pas op. Zo. Voor wat? Schaapje bevrijd. Nee, hij is nog niet bevrijd. Ah, nee. Oh, cheer. Ah, en ik dan? Jij mag niet. Ik kan niet dat ik nu twee keer zoveel pijlen moet verslaan omdat jij niet bent. Come on. Destiny hard mode raid is allemaal geen probleem met Exotic Boys, maar als je platformspelletje moet doen, komt hij niet voorbij de tutorials om het uit te gaan, hoor. Ik wilde gewoon dat schaap redden. Toen viel ik vanaf. Hoe voel je daar nu over? Maar we kunnen hier alleen met de ridder spelen? Dit was de ridder tutorial. Ga nu naar de volgende tutorial. Press again. Er zit helemaal geen again knop. Er zijn geen flauw grappenknop op. Oh, we zijn er al. Ja. Het leek net een cutscene. Oh, shit. Wat is dit, joh? Ja, je hebt een... Oh! I'm fabulous! Joehoe! Oh, daar ben jij. Fuck. Even kijken, hoor. Bukken. We kunnen verder niks. Ik kan helemaal rollen. We zijn ons touw kwijt. Geen touw vast te knopen. Oh. Oké, en dan? Ah, oh, kijk. Hexor. Hey. Kun je ook voor je bakken schieten? Nee. Wat moeten we hier? Ik denk dat dit iets is. Ik denk dat we hier. Ja. Oh, yes. Dat doet me niks. Zo pro, cheert. Zo pro. Oh. Ja, jongen, dacht je dat je mij kon pakken? Moet ik harder tryen of niet? Tryen hard. Ja, dat is grappig, dat is behoorlijk tryen hard. Het donder ook met je. Oké. Oh. Heb jij de volgende trains gespeeld, Jer? Deze muziek doet me een beetje denken aan Monkey Island. Ja, dat is ook spookzachtig. Heb jij de volgende trains gespeeld, Jer? Nee. Waar moet ik springen? Wat moet ik doen? Oh, weet ik niet. Moet je mij niet vragen? Oh, ik kan... X. Er is iets met X. We kunnen dat iets doen. Oké. Vet hoor. Had ik al gezegd dat ik graphics had? Ja. Ja. Ik weet het. Maar het voelt nog wel een beetje...
Ja. Early access-ig. Ja, heel erg. Wat moet ik hier dan? Ik vind het tof hoor, dat ze, bedoel, China is natuurlijk niet zomaar een kleine indie game. Die games, ik weet vrij zeker dat ze op PS3 zijn uitgekomen sowieso. Maar het zijn vooral meer productiewaarde, budget en naamsbekendheid dan een gemiddelde indie. Maar toch zijn ze niet te beroerd om die game gewoon even lekker vroeg beschikbaar te maken via Early Access. Kwam volgens mij vrij snel na de gameplay reveal. Wie zijn deze makers eigenlijk? Zijn ze bekend Frozen van iets Bite anders? Zijn volgens mij Scandinaviërs, maar ik ben niet vast, ik ben lekker geïnformeerd vandaag. Maar en tof dat ze die shit gewoon op Early Access hadden geknald, wat ik meer zag. Ook vrij snel nadat ze de gameplay hadden onthuld, was hij al gewoon gaan spelen op Early Access. Dus gasten hebben zoiets van, ja, we hebben niks te verbergen. Als jullie een vroege versie van die game willen spelen en daarvoor willen betalen, prima. Dan kunnen wij dat geld weer gebruiken voor onze... Voor de ontwikkeling van de game. Ja, niks te verbergen. Ja, hallo. Dat is de ene uitleg. Zo van, ja, we hebben niks te verbergen. Aan de andere kant, ja, vang je gewoon geld mee. Ja, maar er zijn genoeg grote ontwikkelaars die durven het echt niet aan om zo vroeg een game te tonen. Maar zo, I don't know. Die het niet aandurven om zo vroeg een game te tonen. Deze gasten, die hebben gewoon zoiets van, fuck it. Dan zien jullie maar een buggy. Net is een buggy. Zien maar een vroege versie van de game. Ik dacht, daar moeten we naartoe. Nee, maar hallo, het is een beetje makkelijk praten dit. Ik bedoel, als ze dit gratis hadden laten zien, dan was het een ander verhaal geweest. Als het gewoon een beta was. Ja, maar weet waar je begint. Ze zijn, dat vind ik het chillen van Early Access. Ze zijn altijd heel erg open over van, oké, dit zit erin. Elke game op Early Access staat een vragenlijstje bij van, waarom is jullie game in Early Access? Wat zit er in de Early Access versie en wanneer komt... hele versie uit en wat gaat er nog aan veranderen volgens mij. Het zijn een paar standaard vragen die elke Early Access game moet invullen. Dus je weet altijd waar je naartoe bent. En het is op Steam ook wel heel duidelijk dat je een vroege versie koopt. Dus ik vind niet, het is geen misleiding of zo. Maar je had een hekel aan Early Access, hè? Dat was een van jouw dieptepunten van 2014, Tjerk. Nou, ik vind, weet je wat ik gewoon vind? Ik vind dat het is allemaal leuk en aardig, dat hele gedoe met Early Access. Maar... Oh, kijk eens. Physics hacks hoor. Het is leuk en aardig om het gedoe met Early Access. Ja, nee, maar ik vind dat het... je moet namelijk al betalen voor iets wat, ja, wat gewoon niet af is, weet je? Nee, sterker nog, je mag nee, je mag niet. Nou, dat is gewoon onzin. Nee, niemand dwingt je toch om die shit te kopen. Als jij voor een zachte prijs... Zo werkt het toch niet? Niemand dwingt je toch ook niet om, weet ik veel, de crepes te... Oh, kijk eens. Hier. Doe het gewoon zo, hoor. Oké, doe jij dat of zo, ga ik hier, ja? Teamwork. That's fucking teamwork. Dat is gewoon net hetzelfde als gewoon een game uitbrengen. En daar geld voor vragen. Ik bedoel... Mensen zitten toch ook op Unity te zeiken? Dat daar gewoon buggy is. Waarom zitten ze dan... Daar vragen ze ook geld voor. Ja, maar die wordt verkocht als afproduct. Dus je betaalt gewoon voor een beta. Dat is ook met Minecraft zo. Je betaalt ja, maar waarom zou je ervoor betalen voor een beta? Je minder betaalt en je kan eerder... Nee, je betaalt alleen... H1Z1 is een free-to-play game. Daar moet je nu voor betalen om erin te komen. Voor H1Z1 zijn geen excuses. Dat is waardeloos. Oh ja, deze guy kan toveren. H1Z1 is neppe shit, maar weet ik veel. Heb je vermaakt met Killing Floor? ja, maar voor zolang het duurde was ja, €30 voor... Het is fucking veel geld. Hoeveel kost dit? Dat is wederom een goede vraag, Jared Lindeboom. ik neem mijn journalistieke taak serieus. Jij zit hier een beetje... What the fuck? Hey Clint! Wat kost Trein 3 op Steam? Journalistieke taak. Hier jongen, ik gooi hier gewoon met dingen hoor. Ik zeg, oh. Kijk. €18, Tjer. Nou, vind je dat niet een beetje steep voor... Nou ja, ik weet niet. Ik weet niet of het steep is, want ik weet niet... Ten eerste weet ik nog niet hoeveel content er in de game zit. Ik heb hem nog niet uitgespeeld. En ten tweede, ik weet niet hoeveel de uiteindelijke versie gaat kosten. Als het blijkt dat je €20 bespaart door deze versie te kopen. Hij is €20. Ah, hij is €20. €20. €20 vind ik niet duur, hoor. Voor een onaffe game? Ja. Waar ben ik nou? Ben ik dit? Nee, waar de fuck ben ik? Jij bent hieronder. Oh, wat?
Ik weet niet, man. Iedereen moet gelijk zelf weten als ze ervoor willen betalen. Er zijn genoeg mensen die Minecraft voordat er singleplayer en whatever in zat, graag wilden kopen. En je hebt ook nog wel eens dat je dan early access hebt betaald en dan krijg je daarna de hele game niet eens. Is dat zo? Weet ik niet. Volgens mij is het gewoon per definitie als je een game in early access koopt dat je wel krijgt. It's a miracle the triplets haven't already torched this old hole. Ja, ik vind het stijltje wel leuk. Ik vind het wel echt en de muziek ook een beetje. Ja, dingen, ze zijn er niet eens bij voor degene gekomen waar het trein om draait. Het is namelijk dat je met alle drie de personages puzzels gaat oplossen. Dus dan ga je met deze wizard ga je dan een blokje. Ja, ik heb hier al een puzzel ontdekt. En dan zet je die soldaat zet je erop. Dan laat je soldaat het schild omhoog doen. Dan laat je het mopje laat je daar weer op springen. En... Kijk. Nee. Hier, jongen. Wat doe je nou? Jongen. Ja, maar moet je dan een soort van Lost Vikings-achtig... Ja. Ja. Of je kan met z'n drieën spelen, maar je kan inderdaad Lost Vikings-stijl switchen. Wisselen van... Ik denk dat ik niet mee moet nemen. En dat was trouwens ook met The Cave zo, van, Double Fine. Ja, dat klopt. Ron Gilbert, die trouwens bij Double Fine weg is, hè? Ja, die werkt nu aan een eigen game, waarvan ik ook weer de naam vergeten ben, maar die vond niet zo heel boeiend eruit zien. Waarom word ik niet gespawnd? Ik weet niet, misschien geen leuks. Het zal niet de eerste keer zijn, hè? Ah, kijk eens. Wat is het? Hoe ging het ook weer? Oh. Ik hou sowieso van games waarbij het gewoon een beetje een vrolijk sfeertje heeft. Het is wel heel oppervlakkig, maar... Gewoon als het zonnetje schijnt en alles glinstert en de muziek is vrolijk, dan speel ik een game al 10 keer liever. Dat is. Het geld gaat niet altijd op. Dat kan ik wel een beetje met je eens. Gaat niet altijd op, ik heb natuurlijk ook gewoon Bloodborne. Bloodborne, inderdaad, ja. Maar als Bloodborne dezelfde vibes hebben als Monkey Island, zou ik hem nog toffer vinden. Ja, jongen, dan gooi je gewoon een kist op je bek. Ik heb wel even dit vrijgespeeld. Oh, ik ben het eerste hoor. Ik heb niet heel veel platformers die zo met diepte spelen. Ja, maar ik vind ook dat het voelt wel echt heel erg clunky aan, vind je niet? Ja, een beetje wel. Dat was altijd al mijn grootste kritiek op de trein. Dat het springen, net zoals met Little Big Planet, een beetje floaty voelt. En dat hou ik niet van in platformers, want platformers moeten gewoon precies zijn. Oh. En nu? Goeie vraag, zeg jij het, zeg ik? Wacht eens even. Wacht eens even. Ja, maar ik heb niet echt het idee dat je heel precies kunt... Oh, wat doe je? Ik ga verder. Oké, later. Je kan niet heel precies platformen, maar dat is ook niet helemaal waar deze game om draait natuurlijk. Het gaat meer om het samenspel van de drie personages. Ja. En voor de combat voelt het wel weer heel lekker. Dat rammen met die soldaten en pijltjes schieten, dat vond ik altijd wel leuk. Artifact of soul. En het is volgens mij straks als de game uitkomt gewoon hartstikke leuk om drie gasten of op de bank of thuis gaan spelen. Een beetje coördineren net als jullie je Destiny avondjes hebben. Ja. Even kijken, even skippen. Even één level met alle drie doen en dan vind ik het mooi geweest. Dan heb ik drie personages gezien. Hou je smoel. Ik vind wel echt, de personages vind ik niet echt heel erg aanspreken of zo. Ze hebben niet echt zoiets dat ik denk van nou... Kijk nou, is hier gewoon een schaap aan het knuffelen, dat is toch hilarisch? Nee, maar... Oh, your timing is extremely inconvenient. Vind je? Hij is een beetje generiek, daar heb je gelijk. Ja. Well, drat. Hey, ik bedoel, ik wil geen early access game, ik bedoel, we betalen toch geen geld voor. Met je moet er nog. Oh, wait! Met je moet er nog. Ik heb er geen geld voor betalen. Nog niet, nee. It's a bit tiresome to keep all your life on hold because of a magical candle stand with a flare. Ik ben de vrouw met pijlenboog. Ah, ja, goed gezegd. En jij met de wacky wizard. Wacky? Wacky chair, dat zeg je toen niet zomaar. Oké. Hallo. Kijk, wat een synergie. Oké, dat is wel cool. Je hebt zeg maar de... Oh, fuck. Cool zeg, doodgaan. Nou, je hebt wel dat jouw kistje, ja. Die kun je dan weer combineren met mijn... Ja. Hier zit ik weer met mijn touw eraan te sleuren. Ik
vind het ook tof dat alle drie de levels, alle vier levels die we tot nu toe hebben gezien, allemaal een andere vibe en andere assets en andere belichtingen, whatever hebben. Wat gebeurt hier? Moet u hierin? Nee, jongen, ik sleep er weer. Wat is dit? Het lijkt wel. Oh. Goeie animaties ook trouwens. Ik zie hem rennen met zijn blok in zijn hand en als je hem gooit, dan struikelt hij half. Ja, tof. Een beetje jammer dat je niet. Als jij bijna beeld hebt, dat je niet een indicatie. Hier moeten wij toch niet? Ik heb niet echt een indicatie van waar jij buiten het beeld bent. Oh shit. Hier, dat kan ik weer doen. En ik dan? Gooi mij die blok maar op mijn bek. Jongen, ik ben thuis aan. Jeehee! Alright. Misschien moet je hier niet aan. I don't know. Of. Oh. Oh, we kunnen ook nog naar de soldaat. Ah. Ja, maar wat kan die? Die kan helemaal niks. Het is alleen een schild. Ja, daar kan je opstaan. Oh nee, hij kan hem niet omhoog wijzen, of wel? Nee. Oké, what else? Daar ben je weer. Ah, ik denk dat we die brug op een of andere manier moeten openen. Oh, wacht, dit zit. Kan jij die niet naar beneden? Ja, waarschijnlijk wel. Of moeten we hier ergens bij dat lichtgevende... Ja, naar beneden springen is geen optie. Hier. Oh, wat gebeurde daar, joh? Ik deed dit. Oh, hier is ook nog wat. Nee, daar komen we vandaan niet. Nee, daar komen we niet vandaan. Daar komen we vanaf links. Hier moet jij langs slingeren. Oh. Misschien niet anders. Beetje powerstone vibe van die camera. Ik weet niet, ik ben niet kapot van die besturingen. Eens even kijken. Hierheen. Ah, nu kan ik niet op mopje worden, dat is niet zo handig. Ik denk... Dat dit een hele leuke cliffhanger is. Oeh, ik denk dat jij daar aan moet gaan hangen. En dat ik dan om moet lopen en dat jij dan daarheen kan. Is dat wat ik bedoel? Oké, ik ga eraan hangen. Ah! Ja? Als ik dan zo ga? Ja, maar dat is toch niet... Oh, dit werkt. Oh, nu ben ik hier weer. Hexor. Ik kan ook niks nu de brug naar beneden toveren. Kan jij niet een pijl op die brug schieten? Nee, hè? Dat heb ik wel geprobeerd. Nou, misschien wel, maar ik zie daar geen... Nee, dat is een lampje dat er zit. Doe. Huh? Oh, je kan natuurlijk vliegen. Ah. Oh. Waarschijnlijk, als er ook maar één iemand is die deze game al heeft gespeeld voordat hij deze even spelen te kijken, dan zit hij zichzelf op te vreten van gasten. En dit is blijkbaar een checkpoint. A la Little Big Planet. Oké. Okay. Ik had allebei zo'n ding moeten vastpakken. Hier. Alleen ik. Heet kan je dit gewoon? Kan hij hem vastpakken? Nee. Oh, yeah. Nu kan er een blok ertussen. Als jij hem naar achter haalt, kan ik met de wizard kan ik de blok ertussen zetten. Nee, nu pak je de blok. Waarom? Oh, dat ben je aan het doen. Ah, oké. Dat kan ook. En die andere moeten we ook open doen? Ja, ik dacht van anders zit er een blok ertussen. Maar ik weet niet of het... Nee. Oh. Wat ben je toch aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Nee, ik... Nee, ik snap het ook niet. Wacht, wat ik nou... Ik kan hem ook niet vastpakken. Oh, oei. Oh, er zit niks achter. Ja, die andere, die is weer... Wacht. Zo. Ah ja, oké. Okay. Wacht. Kan je nu niet dat blok ertussen duwen? Jawel. Ja, trek maar naar achter. Nee. Ja, zo. Hoppa. Ah, nee, dat is nee, niet ver meer tussen die...
Ah, tussen die deuren? Ja. Oké, wacht. Wat zit nou? Oh, wat doe je nou met dat blok? Al die touwtjes, weet je hoe duur dat touw is? Blijkbaar niet. Magisch touw. Is het magisch? Nou zeg. We zijn hier te dom voor, denk ik, Tjerk. Nee, ik weet het niet. Ja? Oh, ja. Really? Oh. Maar heb je mijn sword kunnen doen? Wat dan? Geen idee. Maar waar is nu die wizard? Hier. Oh, je kan niet met drie man tegelijkertijd in beeld. Nee, nou, dat zou moeten kunnen als je met drie aan spelen. Oké, dit is dan een mooie cliffhanger, Nino. We gaan hierna gaan nog even kijken. Nu weet iedereen hoe dom we zijn. Als deze hadden opgelost, dan had niemand het door. Nee, er is vast wel hier ergens iets waar je kan... Wat doe je? Ik offer mezelf op. Hier, er is hier een paal. Misschien is dat het. Maar misschien moet je om die paal wikkelen. Ga paal dansen voor me, Tjerk. Our story began at the Astral Academy. Highest place of wizardly learning in all the kingdom. The academy housed magical secrets in its vaults. Oh, and the wizards had vowed to protect them from falling. As you know. But a fiercely persistent monster had set its mind upon penetrating the front gates. Is it now with the block? Oh, het werkt wel, een soort van. Ja, hier. Dat dacht ik ook. Dat is aan beide kanten een touwtje en dan... Ik weet niet wat mijn ding aan het doen is. Hoppa! Oh. So kijk, close. Ik zit vast. Wat moet je niet doen? En wie kon de wizards mean? Nou ja. Dit, we hadden het bijna. Dit was even spelen. Hartelijk bedankt voor het kijken. Trine 3 komt eind van het jaar uit. Je kan hem nu kopen Early Access voor 2 tientjes. Lijkt al redelijk wat in te zitten. Die gasten gaan de rest van het jaar gaan druk updaten. Dus als je hem zelf wilt checken, dan kan je dat zeker doen. Oké. Doei.